Als we bijvoorbeeld denken over een van de grootste problemen die we op dit moment hebben in Nederland, de aanpak van dat stikstofgedoe, weet je. Dat is natuurlijk al 20 jaar duidelijk dat dit een heel groot probleem ging worden. Maar al 20 jaar lang is er geen enkele politici geweest, is er geen enkele politicus geweest die de moed heeft opgebracht om tegen de publieke opinie in te gaan, een impopulaire boodschap te brengen en te zeggen we moeten daar op lange termijn iets aan doen. Mm-hmm. Dit gebrek aan lange termijnvisie leidt dan tot een noodsituatie op dit moment. Dan is er uiteindelijk een meerderheid gevonden en in de coalitie is dan eindelijk ten lange leste bereid om daar iets aan te doen. Dan hoeft er maar een signaal te komen van de publieke opinie, zoiets als een provinciale statenverkiezingen, of de partijleider van het CDA wil onmiddellijk onder die afspraken uit. Kijk, dat is nou precies die angst voor die publieke opinie.